Op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019 worden er werkzaamheden uitgevoerd op de toe- en afritten van de brug over het Saramacca-kanaal in het verlengde van de Van het Hogeruitstraat. In verband hiermee is er een wegomlegging in dat gebied. Komend weekend, zaterdag 22 juni en zondag 23 juni, zullen de werkzaamheden plaatsvinden aan de Van het Hogeruitstraat. En de werkzaamheden houden in dat de betonnen liggers die nu geplaatst zijn ter geleiding van het verkeer zullen vervangen worden. Die worden verwijderd en er komen andere banden, scheidingsbanden voor in de plaats. In dat kader zal het verkeer worden omgeleid. De werkzaamheden zullen 2 dagen duren en het verkeer wordt in dat kader dan omgeleid. De omleiding, we hebben 2 delen. We hebben de noordelijke zijde van ten opzichte van de brug Saramacca doorsteek. Die omleiding zal het verkeer moeten rijden via de Slangenhoutstraat, oostelijk deel kan men rijden, via de Zarenkoloniestraat naar de Industrieweg Noord. Of men kan rechtsaf gaan naar naar de Slangenhoutstraat, westelijk deel, via de Koffiedam terug op de Industrieweg en dan kan men ook weer de brug over. Het verkeer dat komt vanuit het zuiden kan rijden linksaf de Toekomstweg in. En dan via de Badmintonstraat naar de Industrieweg Zuid. Of men gaat rechtsaf de Toekomstweg in. En via de Kankawastraat naar de Industrieweg Zuid. En dan weer richting het centrum. Ik wil wel benadrukken dat de brug niet wordt afgesloten. De omleiding vindt plaats voor de brug aan beide zijden van de brug. Elke wegomleiding proberen wij zoveel mogelijk in afstemming met de politie te doen. Dit is ook in afstemming met de politie gedaan. En natuurlijk zal de politie ter plaatse zijn om het verkeer in goede banen te leiden. Wij vragen wel het begrip van de gemeenschap hiervoor. En wij proberen natuurlijk de werkzaamheden zo spoedig mogelijk af te ronden. Zaterdag 22 juni vanaf 5 uur in de ochtend tot zondagmiddag 23 juni 3 uur in de middag. De betonnen blokken die worden verwijderd omdat wij de afgelopen periode, en nou, niet alleen de afgelopen periode, maar geruime tijd, situaties zien dat voertuigen tegen de betonnen blokken aanrijden. We hebben in het verleden getracht door middel van borden, knipperlichten, alles, verschillende soorten attributen het verkeer te informeren over de scheiding, de fysieke scheiding op de weg. Het heeft in principe niet mogen baten. En het ministerie heeft besloten om die betonnen liggers te verwijderen en dan lagere banden te plaatsen. En die worden op een hoogte van ongeveer 17 centimeter aangebracht. Maar dan nog is het belangrijk dat het verkeer en de bestuurders zich ervan bewust zijn dat die scheidingsbanden op de weg zijn. En het doel van die scheidingsbanden is in principe om het verkeer te scheiden, omdat wij ter hoogte van de brug hebben wij spitsstrooklichten aangebracht. Dat zijn lichten met een rood kruis en een groene pijl. Omdat wij de middelste strook van de rijbaan van de Van het Hogeruitstraat eigenlijk gebruiken als een wisselstrook. En dat is afhankelijk van de piekmomenten, 's ochtends en in de middag, dat het verkeer om en om kan rijden. En vandaar dat die scheidingsbanden in principe noodzakelijk zijn. Ze worden nu lager aangebracht. Maar dan nog is het zaak dat men voorzichtig rijdt, omdat men, als men er tegenaan komt, dat er ook weer incidenten kunnen gebeuren. Ze zijn een stuk lager, je kunt er in principe overheen rijden. Lage auto's gaat het wat moeilijker gaan. Maar wij gaan nu trachten om door middel van borden en met rumblestrips het verkeer te informeren. Maar ook zorg te dragen dat het verkeer gaat vertragen ten opzichte van het naderen van de scheidingsbanden. Bij de instelling van het verkeerslicht aan de Slangenhoutstraat van de Hogeruitstraat hebben wij een aantal maatregelen moeten nemen om de doorstroming een beetje te garanderen. En bij die maatregel is de rechtsafbeweging vanuit de Industrieweg Zuid naar de Van het Hogeruitstraat richting de brug is toen eruit gehaald. Omdat de rechtsafbewegingen vaak zorg dragen voor stremming in het verkeer. Bij de maatregelen, de omleiding die komend weekend zullen plaatsvinden, zal die rechtsafbeweging wel worden toegestaan. En dat zal wel toegestaan worden voor deze 2 dagen en daarna zal het dan ook weer verboden zijn. Ik doe van hieruit een beroep op de weggebruikers. In het algemeen, maar ook specifiek. En specifiek in de situatie waarbij het verkeerslicht is uitgevallen. Om in elk geval een beetje geduld te betrachten. En dat wij eigenlijk het principe gebruiken om onze medeweggebruikers ook de gelegenheid te geven
gegeven het kruispunt te passeren. Ik ben gisteren geweest op het kruispunt en bleek dat het kruispunt totaal vastloopt, omdat iedereen meteen wil passeren. Er zijn technische zaken die wat tijd nodig hebben om dat te herstellen. En we vragen de gemeenschap om daar rekening mee te houden en begrip ook. En ook bij de wegomlegging van komend weekend vragen de gemeenschap begrip daarvoor. En in elk geval de borden en de instructies van de politie in acht te nemen. En ook de bekendmaking zoals die is uitgekomen.